Vandaag nemen wij een kijkje naar een meisje die blijkbaar alles voor geld doet. En we hebben hier een meneer op de scooter en hij gaat kijken of zij daadwerkelijk alles voor geld doet, ja of nee. Maar zij heeft net wat te drinken gehad bij de McDonald's en hij gaat nu dus een klein beetje een gesprekje beginnen op dit moment. En hij zegt ook van, yo, als ik deze scooter neem ben ik er waarschijnlijk in 10 seconden. Ze lacht er wel op. En hij probeert het nummer te krijgen van dat meisje daar. Maar zij zegt, nou, ik denk niet dat mijn verloofde, dus haar man, het leuk gaat vinden als zij haar nummer geeft. Oké, ze zijn een beetje in gesprek. Ze zegt dat ze het niet leuk zou vinden om vrienden te zijn. Maar ze zegt, weet je wat, je vindt wel iemand die vrienden met je wil zijn. Maar wat hij nu gaat doen, is hij gaat van zijn scooter af. En hij stapt in zijn nieuwe Ferrari. En ik ben er benieuwd naar of zij gaat omdraaien als zij de auto start. En inderdaad, ze draait zich een paar keer om en ze komt nu naar de auto toe. Klik natuurlijk op dat blauw duimpje omhoog en op de abonneerknop hier beneden. We zitten namelijk super, maar ook echt super dicht bij de 100.000 abonnees. En al klik jij nu op die abonneerknop, help je mij ontzettend erg naar die 100.000 abonnees. Dus druk snel op die abonneerknop. Ze draait zich dus gewoon letterlijk om vanaf het moment dat ze de auto hoort. En ze rent er gelijk naartoe en zegt, hey, wacht, wacht. Oké, wat gaat ze zeggen? Ze zegt, is dit jouw auto? Waarom? I like it. Of vooral, ik vind hem leuk. Hij is leuk en hij ziet er duur uit, zegt ze ook gewoon. Oh my god. Oh, en nu zegt ze, ja, ik breng het wel naar mijn man in een klein momentje straks. Maar dus nu wil ze ineens meer praten. Oké, dit is heel apart. Nu pas wil ze meer praten. En nu zegt ze letterlijk, zullen we eens een stukje gaan rijden samen? Oh my god. En, wat? Oh my god. Zij wil gewoon letterlijk zeggen tegen haar man dat ze beter naar huis kan gaan. Omdat zij... Wow, ze is nu letterlijk gewoon haar fiancé, oftewel haar verloofde, helemaal belachelijk aan het maken. Van, ja, hij is niet zo goed in dit, niet zo goed in dat. Dus ik kan wel met jou meerijden. Oh my god. Oh no, he'll be fine. Oh my god, het komt wel goed met hem. Oh, en nu gaan ze een stukje rijden. Oh, wat nu? Oh, nu gaan ze een foto maken. Nu gaan ze een foto maken bij de auto. Oh my god, ze gaan eerst even een fotootje maken bij de auto. Oh my god. Ze gaan eerst even een fotootje maken. Ze zijn nu een soort van vrienden aan het worden natuurlijk. Oh my god. Dit is geniaal. Dit is geniaal. En hij gaat ze nog even versturen. En zij zegt, naar wie verstuur je ze? Oh. Je wil een eerlijk antwoord? So my friends in LA asked me to send them a picture of a Miami gold digger. Oh my god! Hij zegt nu letterlijk, ja, mijn vrienden in Los Angeles vroegen mij om een Miami gold digger een foto ervan te sturen. En nu zegt ze, ik ben geen gold digger. Nee, ben ik niet. En nu gaat hij het uitleggen. Oh my god. Oh my god. En nu gaat hij dus bekendmaken dat het een gold digger is tegen haar. En zij zegt, huh? Ik? Nee. Ik ben gewoon van gedachten veranderd. Op het moment dat ik deze dure auto zag. Oh my god. Oh, en ze trapt tegen die auto aan. Ze trapt letterlijk tegen die auto aan. Oh my god. En zij noemt hem nu een loser. Hij doet zijn gele brilletje op. Dat is aan een savage. Oh my god. Oh my god. En zij zegt nu, wat is er mis met jou? Oh my god. Oh, en nu wordt ze helemaal boos. En nu noemt ze de auto ook lelijk. En nu zegt... Oh, wat gaat ze doen? Ze gooit al het drinken over de auto heen. Oh my god, ze gooit alle drinken. Het is gelukkig water. Maar dat gooit ze gewoon over die Ferrari heen. En nu loopt ze boos weg. Ze steekt nog haar middelvinger op ook. Maar kunnen mensen zoals deze video? Klik natuurlijk op die abonneerknop hier beneden. En klik natuurlijk op een van de twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. En dan zie ik jullie hopelijk alweer bij de volgende video. Later.